is hem kreeg vanmiddag KSV Bornem op bezoek. Vorig seizoen kreeg Izegem nog een flinke pandoering om de oren van Bornem. Het verloor met 0-4, doch Izegem keek met vertrouwen uit naar deze wedstrijd na de sterke prestatie van vorige week. Bij Izegem geen wijziging in de startopstelling. De bezoekers hadden in de beginfase het meeste balbezit, doch de eerste dreiging was er voor Izegem. Het is Piek die vergeet af te werken. Bornem slaagt er niet in uitgespeelde kansen af te dwingen, maar het is wel gevaarlijk wanneer een bal blijft hangen na een vrije trap. Na het openingskwartier komt Izegem steeds beter in het spel. Verstraeten kan Don bereiken, die maar net naast besluit. Even later is het waagraak voor Izegem. Na een slimme hakbal van Pik komt de bal bij Olivier. En via de doelman in de voeten van Donk, die nu wel het juiste haartje vindt. Het verrassende schot van Pik wordt door de doelman in hoekschop verwerkt. En deze wordt besloten met een gekraakt schot van Verstraeten. Na een half uur spelen kregen we een cruciale fase van deze wedstrijd. Een wat onderdacht terugspelen van Pik, waarbij de deigere leek in de voet te gaan en de rode kaart aangesmeerd kreeg. Op de vertraagde beelden zien we dat wanneer de deigere merkt dat hij te laat zal komen zijn benen intrekt. De Bornemse speler is echter slim en laat zich vallen. Er komt maar weinig gevaar van de daaropvolgende vrije trap. En meteen daarna wordt er een fout gemaakt op Hambami. En even later in de 16 op Donk. Doch geen enkele fout wordt er gefloten. In de slotfase van de eerste helft kan Bornem nog tweemaal gevaarlijk zijn. Doch we gaan rusten met een 1-0 voorsprong. Trainer De Boer heeft zijn troepen kunnen organiseren tegen de rust en Bornem is nauwelijks gevaarlijk. Het dreigt enkel van op grote afstand. Izegem probeert het dan met sporadische tegenprikken. Een eerste maal had een schot van Verstraeten naast. Even later is het duidelijk dat Izegem niet zou moeten rekenen op steun van de scheidsrechter. Het Izegems publiek reageert volgens deze beelden terecht woedend wanneer Van de Wallen wordt afgefloten voor buitenspel. Izegem met 10 tegen 12 dan maar verder en is zelfs de gevaarlijkste ploeg op de tegenaanval. Maar het kan pech wanneer Pik een vrije trap staalhard tegen de lat trapt. De bezoekers blijven slordig acteren. En we gaan al naar de slotfase toe wanneer Ronsen voor een eerste maal redding moet brengen. Begrijpelijkerwijze probeert Izegem de wedstrijd wat te neutraliseren, maar het wordt niet geholpen door scheidsrechter Vermeire. Izegem beschikt dan wel over balrapers, maar wanneer een Bornemse aanvaller de bal gaat halen achter het Izegemse doel, wordt Ronsen bedacht met een hele kaart. Dit was niet de laatste en enige kaart. Izegem zou eindigen met 8 hele kaarten. Izegem ploeit dan toch in de slotminuut. Het is Van den Heuvel die van op grote afstand de gelijkmaker binnentrapt. Ook een gelijkspel zit er voor Izegem niet meer in. Wanneer 2 minuten in blessuretijd Louden Hugelier zich voor de bal werpt, wijst de scheidsrechter gretig naar de penaltystip. Het is Wuits die de 1-2 tegen de netten trapt. Na afloop hebben we zelden zo'n woedende Izegemse supporters gezien. Het is Bornem die na de wedstrijd kan feesten.
Ja, trainer Bruno de Boer, het is een zeer zure eerste nederlaag geworden tegen Burnham. Het is inderdaad, moet je zeggen, tot op 5 minuten voor het einde hadden we nog uitzicht op 3 punten. Het was pompen of verzuipen, dus we hebben met man en macht verdedigd, wat dat misschien ons volste recht ook was, om dus meer dan een uur of denk zelfs nog langer met 10 tegen 11 te spelen tegen toch wel een goede ploeg. Maar al bij al hebben we niet veel kansen weggegeven en op basis van ons op verdedigend werken was het misschien wel 3 punten verdiend. En dan is het natuurlijk nog spijtiger als je op 3-4 minuten van het einde die tegengoal krijgt en dan in blessuretijd. Als die wedstrijd aanvoelt, mag nu nog aanschoten zijn, dan geef je hem nog altijd. Allee, of op de hand zijn, dan geef je hem nog altijd. Je hebt op die strafschop natuurlijk. Dat ik op die strafschop, dus ja, dat is natuurlijk. Ik denk dat Hanse Ploeg gele kaarten heeft gekregen heeft. Voor bepaalde fouten heeft hij dan ook heel het een en bij het andere. Als ze met 10 tegen 11 staat, iedere ploeg gaat voor tijdwinst, denk ik. En ik denk dat niet echt overdreven was. Niet dat we echt de ballen. We hebben nog altijd onze ballenrapers hier. Langs de kant staan die bij momenten zelfs vlug de bal gaven. Dus dan kan je een andere ploeg terechtkomen als ze dat niet doen, dan ze de ballenrapers wegdoen. We hebben dat ook nog gedaan. Maar dat is echt van. Dat is natuurlijk frustratie. En, je kunt er toch niks tegen doen, die man heeft toch macht. En het is natuurlijk spijtig dat we onze eerste nederlaag oplopen. Hoewel dat ik vind dat we niet goed gestart zijn. Dus we moeten ook wel een beetje kijken naar de tekortkoming. We waren niet goed gestart, maar we komen wel 1-0 voor. En we hebben een aantal kantjes een aantal keer kunnen prikken. De tweede helft. En qua mentaliteit, qua inzet, kunnen we ons niks verwijten. Denk dat we... De vorige twee wedstrijden was er een beetje kritiek dat we de 0 niet konden houden. Maar vandaag heeft de verdediging eigenlijk uitstekend werk geleverd. Ik had het ook gevraagd. Dus... We hebben de beelden bekeken, dus we hebben het geluk van een goede webmaster te hebben die iedere wedstrijd filmt. We hebben de beelden bekeken met de ploeg, met de verdedigers en de centrale en de vrije middenvelder. En op beelden zie je duidelijk waar de fouten zitten en dat kun je ook de jongens meegeven. En ze zijn er ook zich van bewust als ze daar fout maken, naar coaching toe, naar onderlinge dekking. En ik denk dat het vandaag goed was dat we weinig weggegeven hebben met 10 tegen 11. Maar natuurlijk heb je er wel twee terug binnen en ja, worden in de krant zijn twee tegendoepen dan er staan. Maar we hebben het geluk misschien nu dat we woensdag de wedstrijd terug gaan op Racing Mechelen. Dat we die zure appel snel kunnen of doorbijten moet je zeggen. En dat we woensdag terug moeten de puntjes op de i zetten en met vertrouwen terug gaan voetballen zoals we wedstrijden spelen. Ja, de wedstrijd eindigde met een serieuze commotie. Nota bene West-Vlaamse scheidsrechter, die trekt niet een hele kaart en niet een rode kaart. Ja, voor die en een penalty vooral. Ik vind dat alleen maar niet. De eerste helft fluit hij niet op dond, de tweede helft gretig. Dat is zou de beelden nog een keer moeten zien, maar... Als je een klein beetje de wedstrijd aanvoelt, dan fluit je dan nooit. Ik denk dat Bornem met de manier waarop ze gelijk komen, 87 minuten of 88 minuten, dat ze tevreden zijn met dat punt om mee te nemen. En natuurlijk, wij zitten met de frustratie. En, we gaan ons daar vlug over zetten. Ik heb het juist gezegd, ook in de kleedkamer. Woensdag hebben we terug een nieuwe wedstrijd. En dinsdag gaan we de kopjes vrijmaken. En dat mag niet blijven hangen. Natuurlijk zal het wel gevolgen hebben naar schorsing toen als het einde deren. En zijn er al een aantal die met 2 staan, denk ik. Dus, daarom heb ik ook gezegd, we zitten met een kern van 24. Pardon, van 24. Dus wat ze allemaal nodig hebben, dus jongens die er niet nu uitvallen. Gaan moeten zorgen dat ze paraat zijn en dan moeten klaar zijn om in die basis zelf te staan. We hebben dat vorig jaar ook moeten doen. En we zijn nu maar 4 wedstrijden ver en het is al zover dat je met een scorste zal zitten. Dus dat is typische voetbal in moet zijn. Dat is competitie. Dat is competitie. Voor de points en de points. Dat is goed. Dank voor het kijken en graag tot een volgende KFCI TV.